Yo gasten van Ozone, zoals jullie kijken dat deze gloednieuwe update video. Video hier op Space MC PvP server denk gedoe. Ja, welkom bij deze video. Waarin ik jullie sommige dingen uit ga leggen en waar ik ook live speel op deze server op dit moment. Holy shit, what the fuck. Oké, nou we zijn alweer dood. Vandaag speel ik op Space MC Kit PvP omdat ik jullie wat uit wil leggen en uitleg wil geven over mijn uploads, de uploads op mijn kanaal. Why? Nou, simpel genoeg, because this is a hacker. Nou, zo, laten we dat meteen even zeggen. Mijn uploads. Het gaat veranderen. Het gaat changen. Because my notes are school. Nou ja, laten we gewoon normaal praten. Mijn cijfers op school zijn gewoon niet best. En daardoor moet dat changen. En moet dat veranderen. En dat ga ik dan ook doen. Er komen minder uploads. Misschien één of... Oh, wat? Ik wou dat zeggen. Huf, hij vliegt. Twee keer per week zou kunnen. Eén keer één of twee video's per week. Elke zondag en donderdag sowieso een video. En als het donderdags dus niet uitkomt. En bijvoorbeeld een toets of iets dan ook. Ja. Dan krijg je gewoon geen video. En dan krijg je gewoon elke zondag een video. Ja. Dat is melding dus nummer 1. Ik ga toch even Kohi blijkbaar. Kohi denk ik doe. Geen idee wat het is. Ik vond een leuke kit. Dat is dus de update voor vandaag. Min of meer. Dat er gewoon toch echt minder uploads moeten komen. Want ja. Ja. Dat dus. Mijn cijfers op school gaan gewoon echt niet goed. Nou, niet goed. Dat valt ook mee. Alleen, er moet meer aan school gewerkt worden dan aan dit. Min of meer. Dus. En ik wil mijn video's wel op kwaliteit houden waar die altijd op waren. En dat was wat mij betreft goede kwaliteit. Alleen. Ja. Er moet wat veranderen. Dat dus. Alright. Terwijl deze man mij dik inmaakt, ga ik dood. Wou ik jullie dat dus melden, dat sowieso mijn uploads gaan verminderen. En kijk, dit snap ik trouwens ook niet. Wacht even, wacht even. Supercoole server, hartstikke mooi. Maar sommige mensen die, ja, I don't know wat ze doen. Oh, en ik val uit de map. Nice. Update voor vandaag was dus gewoon dat kan verminderen. Deze video zal op dinsdag komen. Normaal gesproken zal ik altijd uploaden op zondag, dinsdag en donderdag. Maar als jij nou denkt van, Stefan, er is gewoon geen video. Hoe komt dat? Nou, dan weet jij hoe dat dus komt. En dat jij er dus, ja, aan kan winnen. I don't really know. But de kwaliteit van mijn video's zal precies hetzelfde zijn. Alleen er zal dus minder komen. Ik kan ook elke dag wel een video maken. Ook in dat geval wel. What the fuck, deze man die sloeg even snel achter elkaar. Maar ja, dan is de kwaliteit gewoon niet goed. En ik wil video's maken waarvan ik denk van, nou, ik ben trots op die video. Ik vind dat een goede is. Alleen, dat heb ik dan niet. Dus daarom gaat het hoogstwaarschijnlijk verminderen. Heks, heks, heks. What the fuck? Oh mijn god, nou ja. En dat wou ik jullie dus vertellen. En een beetje entertainen met dit PvP ding gedoetje. Dus daar gaan we ook nog steeds eventjes lekker mee door. Niet dat ik nou in één keer ga stoppen. Deze Godzilla trouwens, die kijkt hoogstwaarschijnlijk ook deze video. Heb ik zo'n gevoel. Hij had tenminste iets dat hij mij had geholpen met mijn server. En ik heb hem ge... Woe! Ik heb eindelijk een keer de man gekilled. Holy shit. Sommigen kunnen het echt trouwens... Dik goed PvP, ja. Echt serieus. Je krijgt van mij echt wow. Sommige mensen hier op deze server, mensen die gewoon geen heksen hebben, dat zo. Deze Raya die kan nog wel eens heksen hebben, maar ja, I don't know. Maar die kunnen dus gewoon echt deze server hier vind je echt de PvP zo echt serieus waar. Zoals jullie kunnen zien heb ik rechts in beeld de reek pro. Maar je hebt hero, legendary, god en dat soort dingen. Mensen die gewoon ziek goed kunnen pvp'en. Maar dan merk je ook wel. Die Godzilla bijvoorbeeld die ik zo net killde. Waarvan ik eigenlijk nooit van mijn leven had kunnen killen. Die man echt werkelijk waar. Een top pvp'en. Echt waar. Als ik tegen hem 1 tegen 1 bijvoorbeeld. Ik verlies dat. Dik.
Kijk, die Godzilla. Deze beste man. Deze beste man. Zo'n ziek goede PvP'er. Alleen, ja, ik ben ook alweer dood. Het is gewoon echt ongelooflijk. Vandaag keek je even op het Aapkanaal, YouTube-kanaal, waar ik binnenkort ook mijn gastrol online komt. Weet niet wanneer deze video... waarschijnlijk als deze video geweest is, is die ook wel online. Oh, wacht. What? Mr. Sission. Kijk, deze man die kan ook ziek goed PvP. Wow. Dat leek wel een beetje heks. What the fuck? Oké, ik ga Godzilla aan. Ik wil hem killen. Oh, hij gaat in game mode, joh. Gaat hij in game mode. Alright, ik vind het goed. No promise, no problems. Alright. Just let's kill these people. Oh, de beste man is hier. Alright, laten we erin gaan. Oké. And I died again. Ik moet zorgen trouwens met dit dat ik pittig veel meer punten krijg. Want ik heb monies 1000. Maar dan heb ik nog steeds niet genoeg. Want ik wil een bepaalde kit kopen. Alleen, die kit kan ik volgens mij nog niet echt betalen. Ik ga voor de kit Tink. En dat heb jij met Voeldier. En dat is het Shizzle de Wizzle. Of zoiets. En dat is best wel chill. Oké, die man is ook dood. Als ze hier spawnen, is het best wel chill. Die ga ik meteen even pakken. Want hier kan je lekker even insluiten. En ook wel, als jij niet geraakt wordt door die mannetjes met die rare leather armor met protection 1, dan kan je er nog best wel van winnen. Want dat is volgens mij die Kohi of zo, dat een of andere gedoetje. Oh, kom hier. Mon, beste mon, beste mon, beste mon, mon. Beste mon, beste mon, kom hier, kom hier. Beste man, kom hier. Hij rent echt totaal de hele map rond. What the fuck? What the fuck? Oh, holy shit man. Dat was echt een PvP gedoetje op elkaar. Alright, laat ik nog één keer erin springen. En dan zijn we ook weer klaar met deze video. Alright, golden appeltje. Niemand in mijn rug. Niemand. Oh, gelukkig. Mooi zo. Dan gaan we voor deze beste man. Deze beste vrouw bedoel ik. Is dat een PvP ding of zo? Did I kill someone? Did I wanna kill someone? Did I wanna kill someone? Oh, I need to run. I wanna run away. Oké, deze beste man. Deze beste man. Die kan veel te goed PvP'en. Alright. Super toffe server. MC. spacemc.eu volgens mij, als ik het niet goed heb, als ik het niet fout heb. Ik hoop jullie deze video interessant vonden en een beetje leuk vonden om naar te kijken. En ik hoop jullie dan weer te zien bij een gloednieuwe video hier op Ozo. Ik hoop jullie dit nou voor jullie duidelijk is wat hier eigenlijk aan de hand is. En ik heb iemand gekild niet. Nee, ik heb niemand gekild. Heb ik nou iemand gekild? Nee, ook niet. In ieder geval, ik hoop dat het voor jullie weer duidelijk is wat er dus aan de hand is hier. Wat er bij mij dus aan de hand is met mijn kanaal, als jij denkt van, nou, hey, wij blijven die uploads, wat Stefan, jij hebt weer geen uploads, nou ja, dan weet jij waar het aan ligt, en hoe dat komt, en ja, dan is dat ook weer duidelijk. Alright, ik hoop dat jullie dit dus een interessante, leuke video vonden. Ja, zie deze, frick. Die man, die rent zo freaking snel. Alright, bedankt voor het kijken, en ik hoop jullie weer te zien bij een nieuwe video, hier op Ozo. Je weet het, mazzel.